Dit is Veronica. The Young One. Morgen een klassieker bij The Young One. Clint Eastwood in... Hang 'em high. Some people call this hell, but you're still in Oklahoma territory. Cooper wordt gered. I can use a good man, Cooper. Dat betekent wraak. You'll remember me, do you? No. Zijn lynchers en hun leven niet meer zeker. Clint Eastwood in Hang 'em High. Morgen om 9:05 bij Veronica. En daar ben ik weer met het overzicht tot ongeveer 2:30. Want dan is Mike er voor de ene laatste keer weer met zijn lounge. Maar goed, dat later. Wat zie je nog meer? Nou, 12:00 zie je Beachfoot Volley 98. René van der Gij presenteert het. En de tips en tricks komen dit keer van de man van mijn collega Quinty, namelijk Orlando Trustful. Vervolgens de History of Rock'n'Roll. En dit keer staat MTV centraal. En de in de jaren 80 opbloeiende tegenhanger daarvan, namelijk de straatmuziek, oftewel de rap. Dat videobeelden heel belangrijk werden voor de muziek, dat leggen verschillende artiesten die de eerste uren van MTV hebben meegemaakt, uitgebreid uit. Hele andere muziek nu in The Rolling Stones, Bridges to Babylon. Nooit eerder kon je meekijken bij repetities ter voorbereiding op een gigantisch tournee. Dit keer wel, en het zal je weten ook.